Hoe ziet zo'n robot eruit? Dan kunnen we deze robot al even erbij pakken. Ja. Deze camera is heel erg belangrijk. Met die camera kijkt hij in een bolle spiegel. En daarmee kan de robot dus eigenlijk de bal vinden. Dit is eigenlijk zijn oog. Ja. Dus wat zien wij? Kijk, dit is dus wat hij ziet. Dus de robot ziet een vervormd beeld. Dat kan de computer weer helemaal recht maken. En in dat beeld herkent de robot de lijnen en de bal natuurlijk. En ook de tegenstanders. En hoe schiet hij dan bijvoorbeeld? Want hij moet ook overspelen. Het schieten doet hij met deze schietlepeltje. Die kunnen we omhoog en omlaag bewegen. Dat is zijn voet? Ja, en die schiet zo in de bal. En hoeveel kracht zit hij dan bijvoorbeeld achter? Nou, hij schiet met 10 meter per seconde. Dus 35 kilometer per uur. Dat is vrij pittig, toch? Ja, ze kunnen redelijk hard schieten inderdaad. Goed, ja. Helemaal op zo'n klein veldje? Ja, normaal is het veld ongeveer 2 keer zo groot als dit veld. Dus dit is een demoveld. Maar ze kunnen inderdaad hard schieten. En wat heeft hij nog meer om goed te kunnen voetballen? Nou, als we de kapper afhalen, dan is even hier zijn jurkje gaan uitkleden. Vindt hij niet erg? Nee? Ja, dan gaat hij. Deze wielen zijn ook wel bijzonder. Het zijn omniwielen. Ja? Het zijn dus wieltjes waar kleine wieltjes in verwerkt zitten. En daardoor kan de robot dus ook zijwaarts bewegen. Je kan alle kanten op. Handig? Ja. Oké. Okay. Ja, en verder nog, we moeten natuurlijk ook de bal met ons mee kunnen nemen. Dat doen we met deze twee armpjes. De bal komt daar zo in te liggen. Ja. En de wieltjes die hierin zitten, die kunnen de bal dus met ons mee bewegen. Dus de robot meet 1000 keer per seconde hoe dicht dat de bal bij de robot ligt. 1000 keer per seconde? Ja, 1000 keer per seconde doet hij dat. En als de bal te dicht bij de robot ligt, dan laat hij die wieltjes gewoon iets langzamer draaien. Als de bal weer te ver voor de robot uitgaat, dan trekt hij hem gewoon weer een stukje terug. Dus dat zijn zijn voeten, maar ja, waar zitten zijn hersenen dan? Zijn hersenen zitten hier in het midden. Dat is deze computer. Hij kan alleen nog niet praten? Nee, hij kan nog niet praten. Hey, kan hij net zo goed voetballen als wij? We hopen uiteindelijk voor 2050 met zo'n team van robots te kunnen winnen van een team van mensen. Voor 2050? Ja. Maar hoe werkt dat dan? Want kijk, stel je voor, hè, je hebt zo'n robot, die kan inderdaad zien en hij kan denken blijkbaar. Maar die wil van, oké, ik wil nu iets naar rechts voor schieten. Hoe weet dan die andere robot rechts voor dat die bal naar hem toe gaat en dat deze robot hem daar naartoe moet schieten? Hoe kan die denken dan? De robots hebben een wifi-verbinding, dus dat is gewoon draadloos internet. En over dat netwerk kunnen ze dingen met elkaar afspreken. Dus ook als ze een vrije trap nemen, dan spreken ze met elkaar af. Ik ga de vrije trap nemen, ik ga hem ontvangen. Dus zonder te praten, maar dat zit dan in hun hersensding, zeg maar, de computer, wordt het allemaal doorgegeven. Dus elke robot heeft een eigen computer en met dat wifi-netwerk kunnen ze dingen met elkaar afspreken. Vet, hoor. Dit is toch bizar. Heel tof.